Welkom in deze nieuwe vlog van Posta. Dan een shoppingcenter. En omdat er een probleem is met haar gsm, gaan we dat nu even oplossen. Hè? Ja. En we zitten even volledig haar in mijn schoot, dus we gaan nu even naar het internet om eens gaan kijken of we dat kunnen oplossen. Ja. Nou, de telefoon ook wat niet te veel drukte is, maar we kunnen het wel proberen op te lossen natuurlijk. Hè? Ja. Dus dan gaan we even doen. Kijk, weet je wat dat is? Maar dat het erop trouwens, dat zijn dezelfde denk ik. Moet wij eens testen, maar meer in de plug. Hij is allemaal aan het kijken. Zullen we al wel bellen? Dat is ook van die poppetjes. Dan ben ik echt aan het zoeken en dan Rublies. En Rublies niet. Dan gaan we nu eens kijken hiernaast of dat mama al klaar is. Of dat de mama en mijn mama al bezig zijn. Hoop ik alleszins toch, want ik wacht niet aan het ding met warm heer. Ik moet nog aan de dokter, dus daar dat is een beetje rammer. Dus we gaan eens kijken of het allemaal klaar is. Ja. Dus ze gaan opsturen en dan binnen, als ik echt kapot krijgt ze het nieuwe. Maar dus ze gingen hem laten maken. Ja, het is natuurlijk nog een oud modelletje. Ja, het is nog een oud modelletje, maar toch ja. Ze dus kan niet werken met de smartphone en ja, nee, respect daarvoor. Dus dan, ik kan niet werken met die gewone bakjes. Toch is dat van mijn tijd, dus ik denk wel dat dat normaal is. Maar ja, kijk, we gaan nu naar de Bad Heijn eigenlijk. Dus zat in Bad Smit geen waterballonnen. Dat was wel heel spijtig, want ik zeg dat het warm weer is en ik kom dan terug. Dat we wel geen zwembad hebben, dacht ik een waterballon, maar die hadden ze er niet. Dus waar uitverkocht zit met dat warm weer, kan je wel begrijpen. Het is natuurlijk heel warm weer dat uitverkocht is natuurlijk. Spijtig, maar ja, het is zo. Kijk, ik heb de potjes gedaan voor het milieu. Die kun je dan hard gebruiken. En ik dus deze vind ik al heel goed gedaan eigenlijk. Dus omdat dat nu in zo'n plastic zit en je kunt het blijven gebruiken, dus als de muis op is, kun je gewoon zeggen van we wassen het uit en we pakken een andere muis of we pakken dezelfde muis. In mijn geval is dat altijd melk chocolade, in mijn geval zal dat waarschijnlijk altijd gele zijn. En ik heb ook, ik zit ook de naam staat erop, dus het is wel mooi eigenlijk. Het is een poststorm, is dat pomper muis, hè? Poststormmuis, dus het is wel lekker. Dat is lekker, hè. Dat grappige is, die ballen met mij stof en dan naast elkaar. Ja, maar dit was beter. En hier zit ons het bijl. Ja, maar bij haar ook, ze is weer toeks, hè. Dat is één. Het heeft niet lang geduurd, maar mijn nieuwe dienst ligt er al klaar. Dus ik had me voorzien. Dus. Ja, ze is weer door dat pilletjes hè, voor de denk kanker. Het, dus dat eigenlijk een kankersysteem sowieso. Dus daarmee gaan ze nog vaak zien, maar ja, daar kan ze niks aan doen natuurlijk. Dus ik wil even zeggen in de vlog dat mensen denken van ah, die gaan nooit in bad of zo. Dat is niet het geval natuurlijk. Hè. Ik ben dokter. Zo lang te wachten, maar het komt wel, want het is bij de dokter. En ze is meegegaan. Ja. Dus is dat kan haar de winkel. Met ze kopen. Schoenen van mama misschien? Ja, maar ja. Dan is het wel wat eerst goed. Zo, dat is het. De schoen is. En passen ze goed? Je moet wel naar wandelen, hè? Dus ik kan dat niet weten. Dus je hebt nu deze. En die is er nu aan. Dus ziet er wel goed uit. Deze denk ik, want die is goed. Dus die is beter. Ja. Stap eens met de schoenen. Ik heb zo'n schurtje gekocht met korte maatjes.
En dan heb ik ook nog zo'n broek gekocht. Dus het ziet er wel een leuke broek uit. Dus ook voor de ballonlop ga ik ook altijd aan om voor te lopen, deze twee. Deze is voor de 14-jarige. Dat is maat 36, dat om de liffie ongeveer dat ik zeg, een kopje eigenlijk is het. Dus vond je dit nu een leuke video? Zeker een duim omhoog. Vergeet niet te abonneren en druk op het belletje. Tot ziens allemaal.